Mag ik jou misschien even wat vragen? Heb je tijd? Ja, ik heb even tijd. Wat voor een auto rij jij? Ik rij een Laguna. Wat heb je met auto's? Niet veel. Je loopt aan deze auto voorbij zonder ook maar even naar te kijken. Ja, het was me eigenlijk nog niet opgevallen dat hij er stond, sorry. Je hebt die auto om van A naar B te brengen en verder? Ja. Je wil niet ook een keer een beetje opvallen of zo, dat er leuke jongens aan je kijken op de snelweg? Nou, heb ik eigenlijk nooit zo maar stil gezet, hoor. Ja, dat, okay. Doet een auto dat? Ja, klinkt wel als iemand die wel een spannend leven heeft, of niet? Wat voor leven heb je? Wat voor werk heb je? Ik werk als accountmanager. Accountmanager? Ja. Hoe lang al? Kijk, ik werk voor dit bedrijf nu 7 jaar. 7 jaar. En hoe laat sta je elke dag op? 6:30. Wat ontbijt je elke dag? Meestal yoghurt met wat krusli of zo. En een kopje koffie. Elke dag yoghurt, krusli en een kopje koffie? Ja. Nou, dat houdt je fit, hè. Okay. En ook wel eens iets anders dan? In het weekend. Broodjes uit de oven. Wow, nou, ja. Dat is een hele stap, hè? Ja. En dat kun je wel aan, al die... al die veranderingen. Nou, ik heb het eigenlijk nooit zo bij stilgezet. Het is eigenlijk zo'n gewoonte geworden, hè, van elke dag hetzelfde waren. Denk jij soms wel eens van, ik zou wel eens een keer iets compleet anders willen? Jawel. Maar dat blijft bij dromen. Ja, weet je, komt er dan toch niet van. Dan denk ik, vandaag ga ik iets anders doen. En uiteindelijk dan sta ik in de winkel en pak ik toch weer die yoghurt. Met de krusli. Ja. Wat zou je ervan vinden om een keer in deze auto te rijden? Ja, hij ziet er wel heel mooi uit, dat wel. Denk je dat je die spanning wel aan kan, dat je niet een paniekaanval krijgt achter het stuur zo meteen? Ja, wie weet. Ik vind het niet doodeng. Ik vind het wel heel eng. Ik ben bang dat ik ergens tegenaan ga rijden zelf. Voel je een beetje het Schumacher? Ja, hij is echt wel vlot. Hij is wel heel... hij trekt lekker op. Maar ja, die Laguna die zal er de komende 8 jaar nog wel staan, of niet? Nou, dit zou toch wel eens een heel goed alternatief kunnen zijn. Ik denk dat ik eens met mijn baas moet gaan praten. Zo? Ja. Andere leaseauto? Ik moet natuurlijk wel een beetje overslapen, maar hij is goed bevallen. Ja? Ja, hij is echt goed bevallen. Ik vind hem mooi al en zo. Niet alleen mooi, maar hij rijdt ook nog eens lekker. Dus ja, het zou een goede keuze zijn, denk ik. Goeie zaak, denk maar eens over na. Ja, ik ga erover nadenken en jullie heel erg bedankt en succes verder vandaag, hè. Tot ziens, doei!